Welkom bij de spirituele podcast. Mijn naam is Rosita Belkadi en ik vertel je van alles over mediumschap vanuit mijn optiek, vanuit mijn blik, hoe ik de wereld zie, mijn ervaringen. Ik interview mensen, vertel over pioniers. Kortom, welkom. Deze podcast um, is eigenlijk een verhaal uit de praktijk en... Ik ben eigenlijk geïnspireerd om dat toch wel te doen. Ik heb er heel vaak over nagedacht om dat niet te doen. En soms doe ik het een klein beetje. Omdat ik, ja, weet je, ik vind het ook altijd een beetje ja, zo'n dingetje of zo. Om dan dingen te delen van mensen die bij je geweest zijn. Dus ik heb erover nagedacht. En ik deel natuurlijk ook wel eens in blogs het een en ander. En dat wordt altijd heel goed ontvangen. Dus ik dacht, nou misschien is het toch goed om ook gewoon is uh, praktijkverhalen te delen. En dan niet alleen maar, oh, wat ging het prachtig en wat ging het mooi. Nee, juist ook uh, daar waar uh, nee, ik mezelf tegenkwam. Of daar waar ik uh, zag dat het niet aankwam. Of dat, dat het contact die gemaakt werd uh, niet lukte. Of uh, nou ja, allerlei dingen van dat. Ik moet eerlijk zeggen dat een contact niet maken niet helemaal eigenlijk nog nooit gelukt is. Uh, nog niet mislukt is. <laughs> dat is een gekke zinsspeling, sorry daarvoor. Uh, maar ik heb wel het een en ander meegemaakt die ervoor zorgde dat ik echt nou ja, van mijn schoenen afging. En echt weer helemaal terug moest in het mediumschapzadel. Um, en altijd de drijf ben blijven voelen. De noodzaak vanuit, vanuit, vanuit een diepste zijn. Uh, om toch weer door te gaan. Om toch weer te dienen. Laat ik het maar even zo zeggen. En uh, wat veel gebeurt, gebeurde. Want ik geef inmiddels geen uh, privésessies meer. Gewoon ja, de tijd ontbreekt me daarvoor. En er zijn. Een hoop studenten die we inmiddels heel goed lesgegeven hebben, die het heel goed ook kunnen. Um, en dus ook met een, met een open hart, zeg maar, mijn studenten nu consulten laat geven. Uh, maar toen ik het nog wel deed, en dan heb ik het echt wel over jaren terug, uh, deden mensen vaak bij mij uh, zich anoniem opgeven of melden, en vals mailadres, valse naam. En, en ja, allemaal dat soort dingen. En dat zijn we oké. Dat heb ik ook altijd goed gevonden. Geen, geen enkel probleem. Sterker nog, ik moederde het zelf een beetje aan. En ik heb zelfs in de tijd van Zoom bijvoorbeeld heel veel uh, klanten die de naam fout hadden gespeeld, zeg maar. Of verkeerd of geen naam, of een andere naam, een valse naam. En dan een uh, zwart scherm. Dus dat je ja, tegen een zwart scherm een reading zat te geven en dat ze dan tikte van ja of nee. En tot op de dag van vandaag weet ik soms gewoon niet wie die mensen geweest zijn. Um, en dat is ook helemaal oké, okay, want ik bedoel, het mag. Het gaat mij niet over wie er aan de andere kant van het scherm zit. En dat klinkt echt heel onaardig. Of aan de andere kant van die stoel, hoe hersje hersenlijf een sessie geeft. Maar het gaat mij heel erg om, is, is, het, is er gebeurd wat er moest gebeuren? Um, heeft spirit zo kunnen dienen uh, dat ze de ziel van de anderen hebben kunnen raken? Hebben ze er zo kunnen dienen zodat ze weten... Er is leven naar de dood. Of nou ja, op allerlei vlakken. En zou je kunnen bedenken waarom uh, dat zo is. Dus ik vind het niet heel interessant... of iemand nu een valse naam geeft of niet. En ook daar heb ik nog wel leuke anekdoten over... waar mensen vergas, verga, uh, vergaten dat ze een valse naam hebben gegeven. En bij het voorstellen een totaal andere naam zeiden. Dat ik dacht, nee, volgens mij heb ik geen afspraak met jou. Uh, maar goed. Um, maar terug te komen uh, bij de valse namen verhaal. Ik had dus in dit geval iemand had twee afspraken gemaakt. Eentje voor... Uh, ja, ik denk zichzelf, dat weet ik eigenlijk niet. En de tweede voor iemand anders. En bij beide... was het dus zo uh, dat ik dus... Uh, zeg maar, uh, Pietje Puk of zo kreeg. En... Um, telefoon is, telefoonnummers klopten dan meestal wel. Of het mailadres dus. Uh, waar we dus op gemaild hadden. Um, en in dit geval... Uh, uh, ja, kwam er een klant binnen. En ja, ik haal ze altijd op. Ze zaten in de gang... En ze zouden om de beurt komen en een kwartiertje ertussen. Dus ik wist ook niet van de ene van de andere wat ze van elkaar waren. Had ik geen idee van. En uh, in dit geval komt deze persoon binnen, die gaat zitten. En ik leg uit wat er gaat gebeuren. Ik zeg: uh, Je moet me helemaal niks vertellen. Uh, zeg alleen ja, nee. Ik ga me openstellen. We gaan kijken wat er gebeurt. We gaan kijken of we de spirituele wereld voelen. Of dat het over jou moet gaan. Ik zal je energie daarin, of de energie daarin volgen. En um, ik gebruik altijd de spirituele wereld. Dus voor mensen die dit luisteren en zelf werken als medium zeggen... ja, maar je moet eerst psychic verbinden of eerst energie lezen. is dan een betere benaming misschien. Dat doe ik niet. Ik stel me direct open voor de spirituele wereld. En kijk dan wat er gebeurt. En vaak uh, is dat een opstapje naar uh, de ziel lezen van degene die tegenover je zit. Maar soms ook niet. En in dit geval um, begon het met een... een een vader en uh, ik voelde die vader dichterbij komen. Ik kon omschrijven hoe die overleden was en ik kon ook omschrijven uh, ja, wie het was, wat ik kwam doen, et cetera. Nou, die man, uh, het was dus een man in dit geval die tegenover me zat en die zei netjes, uh, ja, op wat klopte en nee, op wat niet klopte, maar ik zag aan zijn hele gezicht. Uh, hij wilde dit helemaal niet, maar ja, ik had in het rieltje natuurlijk van tevoren al verteld: ik heb geen Idee wat er gaat gebeuren, ik kan je ook niet vertellen. Wie er gaat komen, ik heb er gewoon, daar heb ik geen zeggenschap op. Het enige wat ik kan doen is me openstellen en zo goed mogelijk mijn werk doen. Nou, ik geef die man met al de toetsen bellen en die vader en dingen die er waren gebeurd en ja, weet je, dat zijn van die sessies waarvan je dan denkt, nou, zijn best goed. bewijs. Ik snap niet waarom. Hij hier geen genoegen mee neemt. Maar goed, inmiddels was wel duidelijk dat hij helemaal niet zat te wachten op deze vader. Dus ik zeg op een gegeven moment: Ja, sorry, ik kan er ook niks aan doen. Ik begrijp aan je gezichtsuitdrukking dat je dit niet oké okay vindt. En maar dit is wat er komt. Dus hij, ja, nou laat maar gebeuren. Um, um, oké, okay. dus ik ga verder. En hij was niet echt heel aardig. Hoor. Ik, ik maak hem, denk ik, nu iets aardiger dan het is. Hij zei: Ja, uh, nee. Nou, daar zit ik inderdaad niet op te wachten. Zoiets was het meer. Maar goed, ik dacht: ja. Het zal wel. Ik weet het ook niet. Je hebt niet voor niks een afspraak gemaakt, denk ik dan. Dus laten we maar verder gaan. En nou, dat doe ik dan ook stooistijdens. Want ik zeg ook namelijk in het eerste riedeltje. Als het na tien minuten niet oké okay is en je wilt stoppen, dan moet je dat zeggen. Dus dat check ik altijd wel even als ik na nou, een minuut of tien uh, bezig ben. En in dit geval had ik dat ook gedaan. En um, nee, het was helemaal goed. Het was helemaal goed. Gaan we door, zei hij. Die gaan we door. Nou, ja, Hij gromde het meer, maar goed. Ik maakte er... Uh, om naar de hele tijd zijn stemmen als een soort grommende en te doen, dat lijkt me ook niks. Dus in ieder geval, ik uh, ga verder. En uh, ik check nog even: wil je echt niet stoppen? Nee, hij wilde echt niet stoppen. Ja, nee, hij wilde echt niet stoppen. Was het niet meer, maar goed. Ik uh, ben doorgegaan. Um, en toen kwam er een klein meisje. En ik zag haar uh, op het bed staan in een soort uh, serre. En ik zag dat ze met handjes tegen het raam aan zwaaien. En elke keer iedereen die binnen en buiten kwam, zwaaide ze om te, nou, om te ontvangen en om weg te zwaaien. En in deze sessie, eh, of in dit, dat het moment van het meisje, kijkt hij me een beetje wazig aan. En ik, ik zeg nog: ja, Ik heb gevoeld je zusjes. Nou ja, dat klopte dus. En ik kon, haar, kon haar vertellen waaraan ze of in ieder geval hoe ze ziek was en waarom ze daar ziek was en wat ze daar lag te doen. Ik had de pyjama, de dekbed, nou alles omschreven wat er maar omschreven. Want je krijgt dan toch bewijs Omdat ik zag, ah, het komt niet aan. Ik voelde die kleine meid en ik dacht, ja ik wil dat toch geven. En ik heb eh, mijn best doen om die meid te geven. En nou ja, van alles en nog wat eh, proberen eh, door te brengen. En nou, vertelt over de hoederaampjes en waar ze doorheen keek. En halverwege dat hele verhaal. Ik zat er echt in, ik had echt een goede connectie met dit meisje en deze klant uh, staat op radicaal zoals die gronden, zo stond hij ook op en hij loopt zo naar buiten hij smijt nog net mijn geld zeg maar terug naar binnen um, en hij uh, stapt in de auto en reest weg hij zegt en met met weglopen riep hij nog zoiets van hier zit ik niet op te wachten dat weet ik toch allemaal um, Eerlijk gezegd wilde ik dat geld helemaal niet meer. Want weet je, als iemand het zo naar je toe smeet, wat doe je er dan mee? Goed, dat heb ik heel bewust aan een andere doel gegeven dan aan mijn portemonnee. Dus daar heb ik wel een reden voor gevonden. Maar wat daar nou gebeurde, was me echt totaal helemaal niet duidelijk. Die, die man stond op, liep weg en was echt. Ik had helemaal niet verwacht hij op zou staan natuurlijk heb ik zelf wat grapje erover al gemaakt... van had je toch aan kunnen voelen, bladibladibladibla. Nee, want ik zat lekker in mijn bewijsmodus... want ik zag dat hij niet tevreden was. Dus dan gaan we overcompenseren en meer geven... want zo zit het nu eenmaal eh, met gevoelige mensen. En ik weet zeker als je dit luistert... dat je het op een of andere manier eh, daarin herkent. En eh, die man stond op en loopt naar buiten. En het was alsof, en ik maak echt geen grapje... ik een klap in mijn gezicht en een stomp in mijn buik tegelijkertijd kreeg... Was echt helemaal, helemaal van slag. Mijn hele lijf deze keer. Ik trilde van onder naar boven. En um, ik had natuurlijk daarvoor al sessies gehad, want hij was de laatste. Gelukkig. Um, en diegene daarvoor, die dus twee afspraken had gemaakt, dat was wel prima gegaan. En die was hartstikke tevreden. En uh, Noem maar op. Ja goed, daar gaat het helemaal niet over. Um, en ik was dus helemaal van slag. Nou goed, één ding weet ik. Als je echt niet oké okay bent na een sessie eten. Gewoon eten. Alles wat je te pakken kan krijgen: eten, uh, wat drinken. En dan bedoel ik gewoon water of koffie. En heel even frisse neus. Um, en 9 van de 10 keer uh, knap je dan wel weer op. Nou, in dit geval was het alsof ik een blauwe plek in mijn buik had. Daarbuiten. Echt zo rond mijn zolaplexus, rond je navel. Um, en als ik er weer aan denk, voel ik weer mijn keel. Want ik had pijn in mijn keel, dus tijdens die sessie. Nou goed, ik weet van mezelf dat als ik een sessie geef, dat ik ook, en dat doet elk medium, um, um, in en altijd steeds gaat, Dus een andere bewustzijnstaat, waarin je dus niet helemaal meer bezig bent um, met dat wat hier, zeg maar, gebeurt en wat hier om, om je heen gebeurt. Dus je bent als het ware um, nou ja, een beetje naast jezelf. Want als het goed is, voordat je begint met contact maken... moet je even aan de kant. En als je aan de kant kan blijven... dus in de connectie kan blijven met de spirituele wereld... in de concentratie, uh, beter gezegd... dan kan je echt in dienst staan van de spirituele wereld. En je moet dus niet bezig zijn met die man... die dus een, een gekke kop trekt, een rare grauw geeft... of weet ik veel wat. Want dat moet helemaal niet kunnen boeien. En dat deed het me ook niet. En uh, je gaat gewoon door. En die verbinding verbrak hij dus... Um, alsof die me in elkaar timmerde, letterlijk. Ik weet geen andere woorden dan dit. En um, ik ben hier echt dagen van slag van geweest. Lichamelijk en geestelijk. Want wat geestelijk met me deed, is dat ik niet kon begrijpen dat als je meerdere keren vraagt of iemand het oké okay vindt en je door mag gaan, want je al ziet dat het niet oké okay is, dat iemand doorgaat. Wat ik geestelijk ook van slag van was, is dat ik dus merkte hoe mijn systeem wilde slagen op dat moment... en ik voelde de spirituele wereld... en ik wilde het geven. En er was ook niks anders... dus ik kon niks anders geven... maar ik had zelf die sessie kunnen stoppen... bij die rare blikken van deze meneer. Had ik best kunnen doen. Had ik kunnen zeggen... Uh, luister, um, ik begrijp dat je niet op je vader zit te wachten... of ik begrijp dat je niet op je zusje zit te wachten... Uh, wat ik overigens ook wel gezegd heb... Uh, maar daar had ik moeten zeggen... en ik stop deze sessie. En dat heb ik niet gedaan, daar heb ik niet voor gekozen. Dat is niet mijn manier, zo zit ik ook niet in het leven in elkaar. Ik ben helaas soms veel te volhardend en doordauwend en ga veel te veel over grenzen van mezelf heen. Um, en ik ben dus ook deze sessie, nou wat ik al zei, echt van slag geweest. Ik heb fysiek dagen een soort blauwe beurspijn gehad. Dat heb ik nooit echt kunnen verklaren. Ehm. Um, op een of andere manier zal daar wel een energieoverdracht plaatsvinden. die hij doorbroken heeft met zoveel geweld. Uh, dat het op een of andere manier ja, effect had, fysiek gezien. En nu is het niet zo dat ik een blauwe plek zag. maar ik heb echt een beursgevoel gehad. En ja, ik vermoed gewoon dat daar die connectie was. en ik die connectie, en ik wijd het echt aan mezelf. Uh, ik die connectie te lang heb vastgehouden. of te veel heb door willen douwen, laat ik het maar even zo zeggen. Dus moedwillig um, continu die connectie maar pakken. Continu die, die afstemming zeg maar, nog verdiepen, nog verdiepen, nog verdiepen. Omdat je ja, wil pleasen, wil goed doen, weet ik veel wat. Want hij zei, ga maar door. En um, misschien had ik daar, um, nou niet misschien, hè, dat geef ik in mijn lessen ook mee... Daar had ik gewoon moeten stoppen. Daar had ik moeten zeggen: Hey, dit gaat niet goed. Ik zie dat je het niet wil. Meer kan ik niet geven. Daar is het gat van de deur. Uh, en uh, Maar nogmaals, daar heb ik niet voor gekozen. Um, ik ben verslag geweest. Ik heb echt tijd nodig gehad. Ik heb tijd nodig gehad om te reflecteren naar mezelf terug te gaan. Uh, connectie te maken met de spirituele wereld elke keer. Uh, vragen: wat gebeurt hier nou? Um, daar niet echt antwoorden op krijgen. Maar in die weken die kwamen. kreeg ik wel gesprekken met mensen. die dan gaan over bij jezelf blijven. Niet over je grenzen heen gaan. Ik heb zelf de keuze gemaakt. eigenlijk om door te gaan. tegen beter weten in. Want dat was eigenlijk zo helder als water. dat deze meneer helemaal geen zin had. om hierover te praten. Ik heb een mailtje gestuurd later. dat heb ik nog wel gedaan. En te vragen: wat is er nou precies gebeurd? Um, en daar heb ik geen reactie meer op gekregen. En omdat mensen vaak een vals mailadres gebruiken, kon ik ook niet meer uh, mailen. Of, of ik weet helemaal niet of je iemand kan blokkeren uh, met de mail. Maar in ieder geval, is dat, dat kwam niet meer aan. Um, ja, en wat kan jij er nou van leren als ik dit zo vertel? Hè? Mijn verhaal uit de praktijk. Ik, ik ben echt over grens heen gegaan. Ik heb gezien dat hij het niet oké okay, uh, vond. En ik heb compensatiegedrag nou ja, compensatiegedrag. Ik ben gewoon nog meer spirit gaan geven. Nog meer, nog meer, nog meer. Ik herinner me ook nog dat hij bij het wegliepen zei: hè, dat, dat, Dit weet ik toch allemaal al. En um, de spirituele wereld gaf me een paar weken later een beeld uh, van, van deze meneer. Want ik vraag dan, jongens, willen jullie me helpen hierin? Nou, dat deden ze niet de eerste week. Of in ieder geval, ik uh, zat er te veel met mijn hoofd bij. En later, een paar weken later, gaven ze me een beeld. Toen kwam deze man omhoog en eerst schrok ik. Want ik zag die man en ik dacht, oh nee, ben ik er nou nog niet klaar mee? Uh, maar toen zag ik dat het een beeld van spirit was. En toen hielden ze me een spiegel voor waarin hij uh, naar zichzelf keek. En zijn, spiegelbeel, spie, zijn spiegelbeeld um, was dus omgedraaid. Dus hij keek op zijn eigen rug. En toen hoorde ik de woorden uh, dat hij niet, nou ik hoorde het iets anders, maar ik vertaal het maar even vrij. Uh, dat, hij, dat, dat hij geconfronteerd is met iets in zichzelf, iets van vroeger. Uh, wat waarschijnlijk best wel een trauma, klaarblijkelijk was. Ik kan er ook wel een soort empathie voor opbrengen op dat moment. Um, want dat zusje, wat ik zag en die, die beelden van dat overlijden. Um, ik kan me voorstellen dat als jij ook jong bent en dat is je zusje die daar zo ligt en alles draait om haar. Ik kon zelfs de koekjes en de thee uh, omschrijven die ze kreeg. Dus wie weet, is daar uh, in de jeugd zeg maar, ook wel een trauma geweest die getriggerd werd op het moment dat ik hiermee kwam. En heel eerlijk gezegd voelde ik ook nog een moeder. Maar ja, die heb ik nooit kunnen geven. En wat ik later wel heb gedaan. is nog connectie geprobeerd te maken. met, met de energie van deze mensen. En niet zozeer met deze mensen. maar meer met de energie en ze te bedanken. Um, ja, en dat dit is wat ik voor ze heb kunnen doen. Een ja, missie hopelijk uh, toch geslaagd. Ondanks uh, dat het voor mij niet geslaagd was. En uh, wat we dus veel horen in, in mediumschapland. is de succesverhalen. Dus waar. Um, hoe fantastisch dat consult wel niet was, of die demonstratie. En hoe geweldig um, het allemaal gaat en, en hoe, hoe, hoe prachtig het allemaal is. En ik heb zelf in mijn ontwikkeling best wel gemist uh, dat iemand ook zei: dit kan gebeuren. En dat wil ik misschien eigenlijk, als ik nu terugdenk, ook misschien helemaal niet horen. Hè, je wil natuurlijk dat je les krijgt van iemand waarbij het allemaal fantastisch gaat. Um, maar ik wilde juist ook. Horen, hoe ga je hier nou mee om? Hoe los je dit soort dingen op? Ik weet nog dat in die tijd mijn uh, leraar, en dat is heel kort mijn leraar geweest, uh, dat is als je het zelf niet op kan lossen, uh, dan ben je er nog niet klaar voor. En dus met alle ellende die, die, die ik echt wel ook gehad heb in, in heel veel sessies, um, en ik zal jullie daar dus in mee gaan nemen: <laughs> de, de, de ellende-sessies van uh, Rosita. Um, want. Weet je, op het moment dat ik je vertel... Oh ja, hij zei dus van... Ja, als je het niet op kan lossen. Dus elke keer eh, dacht mijn onzekere stemmetje... Eh, ja, ik ga niemand om hulp vragen... want als ik het zelf niet op kan lossen... dan ben ik nog niet klaar om medium te zijn. En dit was al toen ik misschien wel al tien jaar aan het werk was. Kun je nagaan dat ik al sessies gaf... en nog steeds dat stemmetje in mijn hoofd elke keer zei... Ja, je kan geen eh, hulp vragen, want anders ben je er nog niet klaar voor. Dus ik had ook nooit eh, de ballen, laat ik het maar even zo zeggen... Om feedback te vragen van iemand en te zeggen: van... Joh, hey, wat gebeurde hier nou? En heb je dit ook wel eens gehad? En hoe heb je ermee omgegaan? Of um, um, ja, heb je dat gevoel van je buik wel eens gehad? Heb je het wel eens pijn gedaan? Vertel me, help me. Um, weet je, gelijkgestemdheid, sparren. Dat is zo belangrijk in mediumschap, want je moet het namelijk heel erg alleen doen. Je moet heel erg, word je op jezelf aangewezen. En vooral toen ik begon met mediumschap, waren er nog niet echt opleidingen tot dit. Um, dus dan moest je het overal een beetje vandaan graaien of zo. En ik heb heel erg die mentor gemist of zo... die dan vertelde... joh, het is super vervelend wat er nu is gebeurd... Ga, ga met de spirituele wereld zitten... maar weet, je hebt het goed gedaan... Uh, je bent alleen wat grenzen van jezelf overheen gegaan... of weet ik veel wat, wat iemand kan zeggen. Um, en weet je, ik heb daar zoveel van geleerd. Ja, het voordeel is natuurlijk dat ik nu lesgeef... en mijn studenten uh, dit soort verhalen dus vertel... Uh, van jongens... Luister, it's not all of a light. Ik bedoel, mensen zijn ook gewoon soms, en sorry dat ik het zeg, raar. Um, weet je op het moment dat je telefoon gaat en iemand, uh, je neemt op, je zegt hallo, met Rosita, tenminste, ik zeg dat. <laughs> dat zeggen jullie niet, neem ik aan, maar ik zeg dat wel. En dat iemand dan zegt: Kan je even kijken of ik mijn werk nog hou? Zonder introductie, zonder te zeggen wie ze zijn en dan nog beledigd zijn. Uh, als je hier niet wil op, op ingaan, of uh, ja, mijn partner is weg, kan je zien of die terugkomt zonder jezelf voor te stellen of zonder op enige, enige wijze menselijkheid naar jou te tonen en alleen maar hun vraag. Uh, en te denken dat jij de hele dag, weet ik veel wat, met je vingers in het stopcontact zit om maar een connectie te maken met de spirituele wereld. Sterker nog, dat je de hele dag met je vingers in het stopcontact zit, um, En zodat je maar even de toekomst kan voorspellen voor iedereen. Mijn antwoord is dan ook stevast. Uh, zo werkt het niet. Zo werkt mediumschap niet. Want als het zo zou werken, dan zat ik op een heel groot schip op de Bahamas heel erg rijk te wezen. Uh, want dan had ik altijd, altijd aan mezelf alle lotto-nummers goed gehad. Um, meestal wordt er dan boos opgehangen. Um, ja, dat zegt ook veel voor mij dat ik er zo op reageer. En je zou zeggen: laat het. Maar ik vind het gewoon um, altijd ja, onaardig. Zo ga je niet met elkaar om. En ook in deze sessie, uh, die ik dus had met deze man, uh, waarvan ik de naam nog steeds niet weet, um, heb ik dus gewoon op een of andere manier zo over mijn grens heen laten gaan. Om die dienstbaarheid maar te hebben. En in dienst van die spirituele wereld te staan, wat ik nog steeds wil. En weet je, heel eerlijk tegen jullie gezegd: ik hoop zo dat de healing is geweest. Al is het dan maar dat hij het gewoon op dat moment niet meer aankom. En dat zijn vader, zijn zusje en zijn moeder. Um, toch op een of andere manier zijn ziel bereikt hebben. Waardoor hij misschien iets lichter kon gaan leven. en dit soort dingen nie, niet meer hoeft te doen. En dan hoop ik ook stiekem dat hij ooit nog eens naar medium is geweest. waar ze ook kwamen met dezelfde verhalen. zodat deze uh, man healing heeft gekregen. vanuit de spirituele wereld. en deze trauma's. die hij in zijn jeugd waarschijnlijk heeft meegemaakt. geheeld konden worden. En zijn leven een beetje mooier is. Want dat is waarom mediumschap is. Dus dat hoop ik met heel, met heel mijn hart. Ik heb er niks aan overgehouden, overigens hoor. Um, ik heb er ook geen trauma aan overgehouden. Het is voor mij een ervaring die er toen was. En zulke ervaringen heb ik uh, nog veel meer. Buiten de prachtig mooie ervaringen die ik ook heb, uh, heb ik ook dit soort dingen. Um, ja. Nou, en dat wilde ik toch met jullie delen. Dus ik hoop uh, dat je het leuk vond. En uh, mocht je nou echt heel mega leuk vinden, abonneer je dan vooral. Um, ja, ik zou het heel leuk vinden um, nou als je me een beetje support. Want dan kunnen andere mensen deze podcast ook vinden. Um, maar al luister je alleen ook helemaal goed. Maar ja, ik bedoel, we maken hem. Dus dan is het ook leuk als er een beetje respons op komt. Uh, dus dank je wel voor het luisteren en ik hoop tot heel snel.